ik moet zeggen, het is een mooie epische grot dit. Oh god, een beer. Mannen, beer. Oh, ambush, ambush. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar Ark Extinction. Om er een beetje een Frans tintje aan te geven. Hey, de vorige aflevering hadden wij eigenlijk de Forest Titan grot gecleared, die eigenlijk, nou, hier verderop zit. Nu leek het mij een idee, aangezien ik eigenlijk de derde artifact, oftewel de Snow Biome, of de Ice Titan grot nog nooit heb gecleared, dat we die eventjes gaan proberen. Ik had de vorige keer een groepje Rexen meegenomen, waarvan er eentje uiteindelijk is overleden. Rust in vrede, mijn jong. Maar we zouden datzelfde groepje wel weer mee kunnen nemen. Oeh. Corrupted Rexjes. Jullie hebben natuurlijk heel wat levels. Laten wij sowieso... Ja, dit aan stamina. 20k HP wil ik het liefst. En de rest in melee damage. Dus niet denderend hoge melee damage. Maar dan hebben ze wel de survivability. Plus dat de Corrupted Rexen eigenlijk alleen dienen om... tech-gebouwen neer te halen. En metalen gebouwen. Deze doe ik wel 17,5 HP. En dan de rest in damage. Komt het ongeveer op hetzelfde uit als die ander. En de laatste Rex heeft ook nog 2 levels. Bloep, bloep. Zo. Very good. Oké, dan gaan we nu even een groepje Rexen bij 1 betrekken. Wat zullen we doen? De vorige keer kon ik gewoon naartoe lopen. Maar nu zal ik heen en weer moeten vliegen. Wacht, ik heb die teleporters nog. Alhoewel, ik heb die tech mogelijkheid voor een teleporter. Wat nou als we gewoon even... Tenminste, ik zit even te kijken hoor. Teleporter. Moet dit per se aangedreven... Ja, het heeft een tech generator nodig. Shit, man. En het kost ook best wel wat element. Oh, daarover gesproken. Laten wij deze Rex pakken. Laten we jou dan eigenlijk tevens ook even loskoppelen. Misschien ook wel handig. Het is de grootste. Enable wandering. Moet even uit. Waarom? Huh? I am confused. Prima, jij gaat even op mijn schouder. Als wij meer element willen, kunnen we dat gewoon daadwerkelijk ophalen. In zekere zin. Hier stond als het goed is nog dat ene hokje. Ja, met de turrets uit. Oh, perfecte mundo. Nu kunnen wij, tenminste, ik ga ervan uit dat er, hier zit een teleporter in. Ik ga ervan uit dat er ook een tech generator in zit. En die tech generator zal natuurlijk, hoe heet het, bevatten? Element. En dat hebben wij nodig. En dit is eigenlijk de snelste manier om eraan te komen. Dus, hap, 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 opent u de deuren maar. Tenminste, we doen nu wat 240 per hap. Wat de hel ben ik aan het aanvallen als het plafond niet is? Maar de muren. Ah, de muren is prima. Hij valt ook best wel snel aan. Dat is best chill. En volgens mij is er een ruit gebroken. Oh, de zijkant is ook al open. Oké, ik moet even kijken of die generator er nog staat. Generateur. Brandt hij nog? Of is hij uitgezet? Oeh, al is hij uitgezet, dan weet ik niet. Ja, hij is unpowered. Alles is unpowered. Oh, chips. Dan weet ik niet of er nog wel element in zit. Daar moeten we dan even voor doorheen breken. Oké, de zijkant is opengebroken. Dus als het goed is ben ik nu aan het happen op de generator ook. Check het wel even na of hij damage krijgt. Ja, oké. Moeten we even verder happen. Oeh, die turret is leeg. Oh, helemaal, ik schiet omhoog. Klote tech. Element shards. Oh, daar schiet ze natuurlijk mee. Dat kunnen we natuurlijk ook omtoveren. Oké, dan hap ik die zo direct die andere ook wel even stuk. Oh, ja, daar ging hij. Tasje? Geen tasje? Wat, is het fout gegaan omdat ik het fundament weg heb ge... Oh, helemaal, hij stapt eroverheen. Oké, dat doet blijkbaar ook gewoon damage. Is het fout gegaan omdat het fundament eronder is vandaan is gegaan en daardoor is hij verdwenen? Dat vind ik een beetje gek. Dat slaat toch eigenlijk nergens op? Oh. Nou ja, dan zullen we het met de element shards moeten doen van de turrets. Er staat er hier nog één. Dan happen we die nog even naar de redver. Nee, turret is stuk. Klein sprongetje. En er zit in. Ja, hier zit ook shards in.
Ik moet even bedenken hoe dat ook weer met die shard convertering gaat. Oké, van unstable shards kan je dust maken. Maar dit zijn stable, dit zijn gewoon shards. Stack size 1000. Resource breakdown 1 element. Dus, oh wacht. 1 element yields 100 shards. Duidelijk. Dus 100 shards staat gelijk aan 1. Dus ik heb hier dan eigenlijk in zekere zin 17 element zitten. Huh, oké. Nou, geinig om in ieder geval de corrupted Rex even een testrun te laten doen. Ja, en ik denk, weet je, wat betreft die teleporter, of ik moet inderdaad een zuinige klootzak zijn en constant heen en weer willen vliegen. Of ik vlieg gewoon even één keer heen met een Rex. Plaats een fundamentje. Een generator die gewoon even tijdelijk draait, zodat ik daar ook gewoon een teleporter heb. Dat lijkt me wel zo handig. Nou, de corrupted Rex zetten we maar weer gewoon op zijn plek. Op wandering. Wacht eens even. Ik zie hier maar één gacha staan. Maar dat is... Oh ja, mijn andere gacha had ik daar zo. Ik zat er van, hé? Hoe kan dat nou? Maar de reden is dus inderdaad, die had ik in die koepel gedaan. Ja, die kan ik net zo goed ook weer uitzetten. Want ja, het doet niet zoveel. Eerlijk gezegd, heb ik het idee. Ah, whatever, ik laat hem gewoon in de koepel staan, joh. Het is toch weer een beetje een bescherming. 8,5 HP. Ja, sure, oké. Okay. Ik zat trouwens te denken. Misschien dat die Achatina Paste wel, zeg maar, in gachas kan. Want volgens mij probeerde ik dat de vorige keer en toen werkte het zo geheten niet. Alleen, misschien werkt het wel, alleen heeft het heel klein slagingspercentage. Maar dan is het slagingspercentage van bijvoorbeeld steen, is dan heel erg hoog. Dus wat nou als ik gewoon volop die Achatina Paste ga beuken in die gacha's. En dan gewoon op een klein percentage werken van, hoe heet het? Op een klein percentage van slaging werken. Want hier, ik heb echt mokertje veel Achatina Paste. En het komt ook elke keer bij, alleen dit ding pakt het niet meer op. Ik kan het gewoon hier, wat is het? Start Paste. En dan gaat het weer aan de gang. Oeh, daarover gesproken. Weer heel wat crystals, maar ik zie hier ook natuurlijk organic polymer. En het mag in de koelkast. Oké, dan ga ik even deze paste verdelen. Even kijken, dit is 6 keer 3, dit is 18, 20, 21. Wow. Oké, okay, laten we gewoon een stack van 20 doen. En dan verdelen we dat, is het 10 om en om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, okay, die heeft 10 stuks, dus die gaat zijn gang wel. En jij krijgt dan ook 10 stuks. Maar bij jou voer ik het wel. Ik heb een hekel aan die jetpack. Echt waar. Ik probeer elke keer gewoon zo'n subtiel sprongetje te doen. Maar blijkbaar dubbel jump ik dan of zoiets. En dan is het irritant. Oh. Oké. Start feeding. Start. Oh, dan gooit hij het er gewoon gelijk in. Ja, dat had ik zelf ook wel kunnen doen. Nutloos ding, deze gacha gavager. Ja, T-Rexen zullen we... Nou, weet je. Ik pak die 73 mee. Die heeft een zadeltje. Je bent toch niet gehitcht? Ja, jij bent wel gehitcht. Niet gehitcht, hè? Huh? Hoe kan dat nou? Ik zie hier overduidelijk staan... geen 273 Rex. Maar ik zie wel een kabeltje naar je bek toe lopen. Plus ik kan niet ride. What the hell? Is het weer bugged? Het is weer bugged. Oh, ik heb hier zo'n hekel aan. Zo, probleem opgelost. Ja, ik ga gewoon een metal hokje maken. Ik heb als het goed is nog de foundations en walls. Ceiling zelfs ook. 3 walls. Ik zal wel meer dan 3 walls nodig hebben. 4 van die. Maar waarom maakt hij er maar 2? Ben ik door mijn metal heen? Really? Ik ben door mijn metal heen? Dit is me nog nooit overkomen. What the fridge? Hoe dan? Ik dacht dat ik dat echt dik in orde had, joh. Oh my god, ik ben gewoon door mijn metal heen. Oh my god. Ik ben gewoon enigszins verheugd of zoiets. Dat ik echt zit van... Oh, chips. Ik... Ja. Eigenlijk moet ik ook iets van een industrial grinder hebben. Maar ja, een grinder kost natuurlijk ook...
3200 metal. Want dan kan ik al deze nutteloze items die ik niet ga gebruiken, beam of gate die ik eruit krijg, al die non-S plus shit, kan ik dan converteren naar gewoon bruikbaar metal, zeg maar. Nu zit het hier gewoon, ook hier, metal tree platform. En ik kan het gewoon niet gebruiken. Dus misschien dat inderdaad zoiets wel handig is. Ah, maar dan ga ik eerst even wat metal verzamelen. Wauw, dit is me al een hele tijd niet meer overkomen. Dan heb ik mijn ankylo nodig. En dan heb ik nodig mijn pteranodon. And then we go. Oké, als ik het me goed kan herinneren, zouden op deze plek echt specifiek best wel wat rich metal nodes zitten. Kijk, daar zie ik er een aantal, hier zie ik er een aantal. En waarschijnlijk daar rechts zitten er ook een aantal. Dus deze zullen we even leeg plukken. Tenminste, dit is dan een gewone, maar de volgende is een rich metal node. Hoppa, zit dan ook gelijk echt de dubbel in. Ah, maar take that. Ik heb echt al het metaal nodig wat ik kan bedenken nu. En ik weet niet, ik wilde zeggen hoe ik op cementing paste zit, maar ik heb natuurlijk die Achatina paste, dus qua dat zit ik nog wel prima. Dan is, ik ben dicht bij de stad, dan kan ik natuurlijk even de stad invliegen, een paar beverdammetjes slopen en Achatina of cementing paste pakken. Maar dat zal niet nodig zijn, want we hebben Achatina paste. Hopsa. Ik denk dat wij echt al op een best aantal zitten. Ja, iets meer dan 5000. Dat is top. Dat kunnen we zeker gebruiken. En ik haat dat die helm constant aangaat. God damn. En die jetpack en die boots, et cetera. Helemaal irritant. Ik denk dat ik die gewoon ga aanpassen. Want dat is echt mijn grootste frustratie. Ook al is die jetpack is wel echt supergoed, weet je. Maar het is toch, je hebt fall damage. So who gives a shit uiteindelijk. Dus als ik het aan zou passen, dan zou ik gewoon een riot helm en een riot chest doen. Huppakee. Geeft ik eigenlijk veel meer armor. Iets minder mogelijkheden, maar dat boeit niet zozeer. Ik denk dat het zo best goed is. En dan heb je alsnog qua leggings heb je de snelheid en de punch van de gloves en de no fall damage van de boots. Ik denk dat dat de grootste voordelen zijn. Nou, dan moeten we nu eventjes al het metal laten omsmelten in, nou, uiteraard de Industrial Forge. En dat gaat echt razendsnel, dus dan kunnen we ook gauw door. Oké, ik wilde nog 2 metal foundations als het eventjes kan. Metal walls moet ik nog hebben. Metal wall. Oh, helemaal, dat gaat niet goed. Wall. Ik heb 1 kleine of... Ja, ik kan wel eens een grote doen, maar dat is ook weer zo onnodig. Ik denk dat ik daar ook weer onnodig de aandacht mee trek. Dus wat nou, doe ik gewoon 3 kleine, doorframe, et cetera. Ja. Ceiling zat ik volgens mij wel goed mee. Ja, daar wil ik er 1, 2, 3, 4. Foundations, 4. En dan moet ik dus een doorframe hebben. Een door zelf moet ik natuurlijk nog hebben. Hemel, wat heb ik daar nog meer nodig? Ceilings. Natuurlijk de generator en de teleporter. En dan moet ik ook even zo'n persoonlijke teleporter maken. Dus laten we beginnen met de teleporters. Dus 1 persoonlijke. Yes. 1 pilaar. Volgens mij, ja, dan moeten we even wachten op de metal ingots. Maar dan hebben we in ieder geval de persoonlijke al klaar. En dan moeten we de generator ook nog maken. Oké. Ja, daar heb ik even het metal nog niet voor. Dus daar moeten we nog heel even op wachten. Ik zag hier trouwens human hair. En dat doet me aan iets denken. Want volgens mij heb je hair nodig voor de nanny inderdaad. Will raise imprinting value of nearby non-adult dinos. Can use tech generator or honey for fuel. Can place preserving salt in inventory. Ik weet niet waarom. Feeding trough for babies. Nou, dat is perfect, want zeg maar, will raise imprinting value. Dat is echt super nice, want ik heb echt... Imprinting bemoei ik me eigenlijk nooit mee in mijn ARC-series. Wacht, laat me er even eentje bij pakken. Want dan heb je eigenlijk, dan moet je er constant bij zijn hier, imprinting 0%. Dat is eigenlijk heel erg zonde. Dit ding zit eigenlijk nog helemaal vol met loot. Laat me dat ook even clearen. Dus wat wij kunnen doen, is nu gewoon eigenlijk een beetje onze T-Rexen
nou, in zekere zin de dood toesturen. Klinkt een beetje grof, wellicht een beetje harde realiteit. Maar dat zouden we kunnen doen. En dan zouden wij nieuwe T-Rexen kunnen breeden. Met dus betere imprinting. Want ik heb echt alle eitjes heb ik nog wel. Hetzelfde geldt voor de Megalania's. Dus kunnen we gewoon een beter ras T-Rexen breeden. Door middel van de nanny. Het enige wat daar nog aan ontbreekt is letterlijk 10 hair. En daar gaan we nu voor zorgen. En dit doen we allemaal terwijl eigenlijk onze... Oh, ik had al een scissors. Heel goed. Dit doen we eigenlijk allemaal terwijl we wachten totdat de metal natuurlijk een beetje aan het klaarstomen is. Die en baard. Show. Knip, knip, knip. Dat is goed. Zoals we dat dan bij het resterende spul doen. En dan ik naar de crafting station toe ga. Dan zouden wij, als het goed is, een nanny kunnen maken. Heel mooi. Even kijken waar ik dan deze moet plaatsen. Want het moet natuurlijk wel in de buurt staan van de tech generator. Maar ik weet wat dat betreft ook niet de range. Dus ik kan jou waarschijnlijk weer oppakken aangezien je S plus bent. Yes. Oké, de show range. Ook aardig ver. Niet denderend ver, wel aardig. Maar het heeft ongeveer de tuin wel bezet. Dus dat is prima als ik hier dan de baby zou plaatsen. Dan zou de nanny ervoor kunnen zorgen dat het goed zit. Oké, wat is er nog meer qua... Oh, laten we een naam geven. Nanny. Fuck, hoe heette dat programma ook alweer? Nanny McPhee? Is het McPhee? Nee, dat is van een film. Nanny aan huis? Van dat ene kutprogramma. Joe Frost. Was het Joe Frost? De nanny? Nee, dat ziet anders. Jezus. Was het Joe Frost? Ja, Joe Frost. Oké, we gaan het Joe Frost noemen. Hoppa. Lekker gedaan, yo. Jootje. Jootje de pootje. Ja, dan is het nu natuurlijk de taak dat wij dan even wat T-Rexen uit laten komen. Pikken we de hoge levels eruit. Ik weet niet hoeveel ik kan dragen. Niet denderend veel. Natuurlijk niet, omdat ik ook helemaal vol zit met metal en shit. Laat me dat dan ook even van mezelf ontdoen. Zwaarde, geweren. Allemaal zwaar. Zo. Zo, die zullen zo direct poppen. Deze Megalania moet ik even die kant op jieten. Zo. Zodat er in ieder geval genoeg ruimte is. Ik let ook helemaal niet op wat jullie... Een paarse. Oké, ik zag... 211, 214. Ja, laten we alles vanaf 210 pakken. Wants care in 8 uur. Maar dat is wel heel lang. Tegen die tijd zijn ze al volgroeid. Dus die hele nanny heeft helemaal geen zin. Shhh, waarschijnlijk. Ik was even vergeten de care timer. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet op gelet. Well, shit. Oké, ik heb er 4 uitgepikt. De rest mag voor mij het loodje leggen. Moet ik natuurlijk ook een beetje afstand nemen voordat ze wild worden. Ik zie het niet door de tekst. Dank u. Dank u, Megalania, voor het helpen. Ja, en eigenlijk staan ze nu al in range van de nanny. Maar ik verplaats ze wel even naar buiten toe voordat ze natuurlijk uit de kluiten wassen. Worden gegroeid. Activate. Hier, sir. Oké, maar de nanny is nu geactiveerd. Of het enige impact zal hebben nu. Aangezien, ja, die volgroeitijd 8 uur is. En ze staan nu bijvoorbeeld al op 2,5%. 2%, et cetera. Ze hebben wel... Wat is dit? Die brofist idee. Stop met wanderen. Heel vervelend. Dat hadden die anderen niet. Oh, ze zijn nu opeens weg. Oké, wat jullie willen, joh. Ik zit te denken, access a feeding trough for... Dino voor baby's. Moet ik er dan ook voedsel in plaatsen? Want ik heb er nu vlees in gedaan, maar... I'm not sure. Lijkt me van wel. Nou, het vlees gaat wel omlaag. Ja, blijkbaar wel. Hup, 750 zal vast wel voldoende zijn... om die knaapjes langs 10% te kunnen krijgen... aangezien ze nu al op 4 staan. Nou, dat moet echt wel goed komen. En dan gaan we nu even kijken of we in ieder geval die andere dingetjes weer even kunnen maken. Oké, ik heb een generateur nodig.
En een teleporteur. Moet even op zijn extreem mystische Frans te mieteren. Zo. Tech generator moet ik natuurlijk ook eventjes wat tech meenemen om erin te mieteren. Hoeft niet denderend veel te zijn, ik denk. Het verbrandt ook niet zo snel. 100 stuks zal wel prima zijn. Hou ik nog 19 over voor mijn items die ik draag. En dan kunnen we nu, eindelijk ermee aan de slag. Oké, Ice Titan. Maar ik zoek eigenlijk de ingang voor jouw grot. Als dat even kan. Oh, hier. Witte is de grotingang. Oh, dus het zit er echt zo'n beetje buiten. Lijkt het wel een beetje op over te komen. Oh, weet je wat misschien dan ook handig is? Als we een teleporter in deze basis hebben. Boom. Laat ik die gewoon naast me water plaatsen. Hier zo. En ik wil hem niet... Show? Nee. Huh? Show range, enable public. No, 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 no. Shit, set to small range. Goed. Dan dus neem ik dino's mee van buiten. Ja, anders konden we natuurlijk ook weer niet terugkomen. En ik moet shards in mijn inventaris hebben. Want anders kan ik in het algemeen niet teleporten. Alright, Pteranodon, take me away. 2062 is de zogeheten locatie en mijn camera wil niet inscrollen. Dus ik weet niet op welke fucking GPS ik zit. Ik ben te ver doorgevlogen. Godgloeiende. Maar is het hier niet beneden of zoiets? Ik zag hier namelijk een soort gat of zo. En dat leek me wel een beetje van, nou, dat zou het wellicht kunnen zijn. Zie je deze pijp? Is dit niet gewoon... Ik ga even gluren. Nee, oké, dit is niet de ingang. Oké, 2062.2. Dat zou dan hier beneden moeten zijn. Is dit correct? Het ziet er wel als correct uit. Het is ook best wel over fucking duidelijk. Oké, dan kunnen we hier ons hokje neerzetten. Alhoewel, het hier wel een beetje drukkig. Ja, het vervelend is met die corrupted beesten. Die kunnen natuurlijk een metalen hokje gewoon slopen. Zo zet ik hem misschien wat meer in het hoekje. Dat hij dan minder opvalt of zo. Ja, ik denk dat het wel een goed strak plan is. Because we need to attach the 4 foundations. Can't place structure here. Now that's what we call a dick move. Hier dan. Ook niet. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Of is het te dicht bij de ingang? Dat is het enige wat ik zou kunnen bedenken. Hier, dit randje. Nee, mag ook niet. Ja, ik weet niet waar wil je me hebben, spel. Hier wellicht aan de water. Oké, aan het water is prima. Alleen dit is zo'n heuvel naar beneden. En dat gaat dan weer een beetje kloten met... Nou. Kijk, ja, dat bedoel ik dus. Dat hoogteverschil. Nee. Nee, je gaat net aan. Het is niet helemaal een pracht, maar vooruit. En de muren vergeten. Ik ben de muren vergeten. Nou, dan kan ik in ieder geval de resterende troep gewoon plaatsen. Jeelt gloeiende. Dan plaats ik gewoon die teleporter en kan ik alsnog de muren eromheen bouwen. Zo. Unpowered. Honderd stuks. Misschien kan ik wel al de ceilings erop plaatsen. Zou ik best knap vinden. Het kan op zich. Het is een beetje krap. Zo, dat staat. Activate power. Teleport staat. Ja, blijf maar even chillen hier, joh. Het is echt een klein hokje. Je krijgt er wel een beetje claustrofobie van. Van, oh shit, ik moet mijn hoofd inhouden. But is, that is not the case. Zo. Dat deed zijn werk. Oh, hey. Mijn Pteranodon was wel meegegaan. Muren. Muren. Nee, ik heb mijn muren. Hopelijk zijn het voldoende. Even rekenen. Het is niet voldoende. Nu is het voldoende. Dank u. Tenminste zeg ik wel, ik weet het uiteindelijk ook niet. Oké, er zit hier een pipe in de weg en dat is heel irritant voor die teleport. Bloep. Hello, ik beuk in het plafond.
Daar moet ik aan werken. Want blijkbaar val je. Oké. Muur. 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 Nee. Oké. Well, we go back to the drawing board. The fuck? Ik heb een Argentavis meegeteleport. Ah, dat handelen ze wel af. Dank u. Best goede Argentavis nog, 125. Ja, nu zijn ze hysterisch geworden, maar ze koelen wel af, joh. Hallo, nu zit ik in de muur vast. Ik ga die teleporter een andere fucking plek geven. Jesus, wat is dat irritant. Waarschijnlijk was vandaar het hockey zo groot van die andere. Zodat ze niet constant hun kop stoten. Wacht, ik plaats hem toch even iets meer. Zo, zodat hij wel in dit hokje alsnog valt. Want ik heb hier speciaal de muren voor meegenomen. Om het uiteindelijk te verhogen. Zo, hè. En dan ceiling. Yes. Oké. Dat hebben wij nu. Dan kunnen wij ons nu gaan focussen op het meenemen van de dinootjes. Ja. Heb ik nou een schaap meegenomen? Ik heb een Megaloceros meegenomen. Oh, ze hebben wel al imprinting. Nice. 14% imprint. Check ik nu even. Very good, very nice, very thank you. Ja, de teleport werkt nu ook goed. Hoppakee, dat is 1 T-Rex. Hoeveel zullen we meenemen? Een stuk of 6 of 7. Ik denk dat dat wel prima is. Huh? Ik had hier toch een andere Rex ook staan, een 273. Excuse me. Die stond toch niet op aggressive? Misschien op neutral, maar... Oh, shit. Nope. Nergens te bekennen. What the hell? Oh, ik heb trouwens ook even een andere outfit aangedaan. Zodat ik niet mijn prime shit verlies. Nou, geen idee waar mijn Rex heen is. Huh. Goed, dat zou eigenlijk zeggen dat onze squad bestaat uit 4 Rexen als die ene verdwenen is. Ja, vind ik toch niet helemaal kunnen. Dus ik neem er nog 2 mee. Dus paarse boy, hier op jou ga ik zitten. En welke zullen we dan nog meer meenemen? Misschien deze 271 of zo? Sure, even leuke statistieken. Alhoewel... Ik lees nu net, dat is een van de weinige females aan dit hekje. Als ik ooit nog wil repopulaten, zeker met die nanny erbij, is het misschien handig als ik de female behoud. Dan kijk hier, mail. En dan pik ik net de female eruit, weet je. 271 male wordt het dan. Alright, lieftallige knapen. U mag u mij allemaal volgen. Ik weet niet waar de ene T-Rex is, maar fuck it. In de hoop dat deze grot wat breder is dan de vorige. Zodat wij normaal kunnen navigeren door de grot heen. Heeft deze trouwens voedsel? Nee. Gaan we nu voor zorgen. Voedsel. Oké, geen voedsel vandaag. Nou, ik zie daar de verschrikkelijke sneeuwmannen. Oprotte Argentavis. Huppakee. Aan de kant. Hap er maar op los. Wauw. Wauw. Eigenlijk zijn dit gewoon aapmannen. Voor zover ik weet. Oh nee, een ijsbeer. Nou. Oh wauw, die doen nog beste damage. Oh, die doen echt flinke damage, die beren. Holy shit. 240, 210. Oké, dit zijn wel de big boys. Wacht eens even. Ik zit even te denken, hè. Je hebt toch ook in... fucking Scorched Earth heb je dat sowieso. Hoe heet die in de big ook alweer? Daeodon. Zit die in Extinction of niet? Wel, toch? Jawel. Die zit ook in dit gebied. Oh, misschien dan moet ik daar volgende keer even een van bijtemmen of zo. Zeker als we zoiets gaan doen. Aangezien, ja, die heeft natuurlijk die healing factor. En dat is in zo'n groep met T-Rexen is dat altijd wel handig. Kunnen we sowieso wel even checken als,
Ja, als deze run faalt voor een of andere reden. Maar ik denk dat met deze groep rexen. This titan already exists in the world. Ja, maar ik ben ook niet geïnteresseerd in de titan, eerlijk gezegd. Ik wil de artifact hebben namelijk. Het zijn echt flinke levels, deze sneeuwmannen, et cetera. Perlovia's 270. Jesus. Dit was bij de Forest Titan grot toch niet zo erg? Of wel? I don't know. Oh, Jesus. Jesus. We moeten het echt als een collectief moeten we naar voren. Zodat de damage gewoon zoveel mogelijk wordt verspreid. En niet gefocust wordt op één T-Rex. Goed zo, mannen. Door naar de volgende set wolven. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Au, ik zit vast. Ik zit vast. En pick up. Die. Huppakee. En happen maar. Oh, Perlovia op mijn nek. Help. Ik haat die beesten. Goodbye, Sana Beach. Goodbye. Mannen, kunnen jullie die even aanvallen? Ik denk niet echt dat ze in de buurt zijn. Thank you. Thank you. Kut, nu zit die wolf achter me aan. Oké, niet meer. Blablam. Misschien moet ik deze sowieso paraat houden. Stop. Rex. Hier. Oké, tot dusverre gaat het nog oké. Daar wordt er eentje in de hoek aangevallen. Mannen, vrouwen, et cetera. Ik zit weer vast. Klote stenen. Oké, we good. We good, we good. Komt er maar deze kant op. En die stink Perlovia zit er natuurlijk onder de grond. Hier rechts zit er een. Of is dat gewoon een steen? Ja, nee, er zat er wel een. Pas op, een ijsbeer. Die doet echt veel damage hoor. 206 is echt niet verkeerd. Holy shit. En dan te bedenken dat we nog helemaal niet zo diep in de grond zijn. Want echt, wij zitten misschien... Oké, wacht. Laat me even de GPS erbij pakken. 18, 45. Dus we zijn een beetje omhoog en naar rechts aan het gaan. Laten we zeggen dat we hier zijn of zoiets. Tenminste, ik kan het letterlijk op de map zien. Oh, de Ice Titan zit wel in dit gebied. Ja. Dus, ja, we zijn gewoon nog echt niet ver naar binnen. Ja, dat kunnen we concluderen. Heel goed, Don. Oh god, twee ijsberen komen eraan. Mannen, het is tijd dat we een beetje het vuur verspreiden. 434 van een... Die ijsbeer doet meer damage dan mijn rexen. Focus fire, boys. The rest doesn't really matter. Focus fire. Oh my god, yetis. Ook zoveel HP. Oh god, deze Rex bloedt al eigenlijk best wel. 255 polar bear. Focus fire, focus fire. There's one in our midst. Focus fire. Ze buggen ook half in de grond, die fucking beesten. 190. Next one, next one. Fire it up, fire it up. Go in. Goed zo, 295. Jezus, joh. Oké, er is er nog geen één gestorven, maar ik wil even een recap doen van de HP'tjes. Deze zit nog best vol. 1 derde, 1 derde, 1 derde, 1 derde. Nou, eigenlijk een kwart. Oh god. Dat is heftiger dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Dus ik kan wel even wachten totdat ze geheeld zijn of gewoon vlees pompen. Krijg ze als het goed is ook weer HP erbij. There we go. Oké, ik ben even teruggelopen naar mijn basis. Maar ik ben eruit uiteindelijk weer. Ik had blijkbaar ook geen personal teleporter bij me. Dus die heb ik uiteindelijk ook opgepikt. Dat heb ik eigenlijk in de verwarring van het gear setje veranderen verprutst. Maar de T-Rexen zijn goed geheeld in de tussentijd. Dus let's go. Maar ik ben zelfs bang dat we deze grot misschien geen eens gaan halen. Omdat het gewoon... Hij is zo heftig. Oké, ik blokkeer hier voluit het pad. Dank u. Oh god, de ijsberen. No, ze doen zoveel damage. Oh, hey, is dat lava? Wait a second, ik ben even afgeleid hoor. Oh. Dat was misschien ook niet de bedoeling om te brullen, maar ik moest even inzoomen.
Echt jongen, deze grot gaat echt een groter gemak worden als ik gewoon die imprinted T-Rexes heb. Als die gewoon rond, weet ik veel, 80% imprint, dan hebben ze zulke betere statistieken, voor zover ik weet, wat imprinting inhoudt. Dus dat zou super chill zijn, dan zou het een stuk makkelijker voor me worden. Ah, gaat goed mannen, gaat goed. Bijna is de laatste neer en dan kunnen we weer vooruit bewegen. Eentje bloedt alweer. Nou, relatief oké. Die kant op. Er is wel meer ruimte hier. Dat moet ik wel toegeven. Dat is wel prettig. Alleen ja, dan heb je het alsnog met die instelling van... Ja, ga massaal op die. En dan zitten ze allemaal van... Oh, ja, 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 ja. Maar dan zou ik eigenlijk met tame groups moeten werken zoals dit. Maar ja. Wellicht kan dat wel. Nu is het gewoon tame group none. En dan gaan ze gewoon allemaal... Wacht, dat kan ik op zich wel eens proberen. Wait a second. Even kijken wat het inhoudt, hoor. Ja, wacht, er komen wolven aan. Geen tijd. Ja, dat heeft hiermee te maken. Dan is even groep 1, groep 2, groep 3. Alleen, hoe voeg je überhaupt toe? Creatures and classes. Oké. Oh. Dan zou je bijvoorbeeld inderdaad... dat kan best oké werken. Alleen, dat doesn't work. Geen idee hoe dat werkt, joh. Oh, hier. Modifying order groups. Add class to group. Add creature to group. Boeit dat zozeer? Oké, laten we 1. En dan hoor je jij. Ook bij 1. En jij. Oh, dit werkt wel een beetje kloten. Jij bij 1. Jij bij 2. Jij bij 2. En dan zou dus mijn Rex dus ook bij groep 2 horen. Oké, dus dan doe ik nu dit. Tame in groep 1. Jij doet nu dit. Groep 2 doet dit. Oh ja, en dan kan je ook nog none, volgens mij. En volgens mij reageren ze dan allemaal. Ze zouden allemaal moeten reageren, als het goed is. Oh nee, pas op. Val aan! Als het goed is, tenminste, ze stonden op neutral. Want dan kan ik een beetje de agressie verspreiden, zeg maar. Oké, gaan jullie allemaal nu terug, zeg maar? Juist. Oké, dat is dope. Dus dan zou ik bijvoorbeeld inderdaad... Groep 2, on me! Groep 1, jullie pakken de linkerflank, let's go! Dat is wel geinig, maar dat is nu even iets te geavanceerd. Dus, let us go. Oké, groep 1. Jullie mogen die aanvallen. Yes. Of heb ik ze nu op allemaal er weer op gezet? Omdat ik shift inhield vanwege sprinten. Oké, groep 2. Jullie dan die kant op. En groep 1. Pakken jullie de ijsberen maar. Ja, dit is leuk. I can manage this. Oké, dan groep none. Alhoewel groep 1 daarop. Groep 2 daarop. Ah nee, groep 2 gaan jullie maar ergens anders op. No! Mijn Rex is gekild! No! No! Oh my god! Nee, nog een Rex! Oh my god! This is not going good so far. Oh nee, nog een Rex. Oh my god. Ze zijn te goed. They're too good, man. Ik moet meer rexen meenemen hiervoor. Of, I don't know, een betere compositie van dino's. Ik denk dat dat meer het geval is. Want ik heb nu gewoon rexen en ze lopen elkaar een beetje in de weg. Maar al zou ik bijvoorbeeld een Diaodon tussen de benen door laten lopen. Dan zou zeg maar veel meer een veel betere krachtverdeling zijn. Er is nog één van groep 2 en één van groep 1. Nou, val maar gewoon aan. We lopen elkaar niet meer in de weg. Oh god, die damage is echt heel erg. En die wolven vallen voor een of andere reden niet aan. Maar ik heb ook een backup plan. Mocht dit niet lukken, kan ik nog altijd met mijn grappling hook in de hoogte gaan slingeren. Oh god, we lopen elkaar nu in de weg. Oh god, this could be our death and demise. Tenminste, er zijn geen polar beren, dus dat is goed. Maar ik zie heel veel gele getallen en dat betekent meestal iets slechts. Denk ik. Ja, groen is goed. Geel is slecht.
Jij die is neer. Yes, good, 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 good. Alright. Oh, Perlovia van de zijkant. I've been ambushed. Son of bitch. Val hem aan, val hem aan, val hem aan. Oh god, dit is het grote ijspaleis. Jesus, ik word gewoon de hoek ingebeukt door wat dit ook mogen wezen. Ja, zo'n sneeuwjetty. Nee, stop. Hij geeft me elke keer zo'n knockback. Super vervelend. Ik doe wel meer damage, maar hij heeft die knockback. Dus hij komt me echt in een hoekje drijven. Ik moet die even verdedigen. Oh nee, ze doen natuurlijk attack my target. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Oké, okay, goed, goed, goed. Valt die aan. Achter je. Thank you. Oké. Okay. Ik dacht dat mijn T-Rexen nog best oké waren, maar dit gaat echt slechter dan verwacht. Oké, okay, wat ik zou kunnen doen, is gewoon fuck it, mijn T-Rexen hier laten staan, dan blijven ze in ieder geval leven. En dat ik gewoon met de grappling hook dan bovenlangs ga. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon, wel gewoon vechtmodus. En dan weet je, dan is deze generatie van T-Rexen dan gewoon gewiped. En dan ga ik gewoon verder met een T-Rexen generatie die imprinted zijn. En dus betere statistieken vermoedelijk zouden hebben. Nou, deze set T-Rexen doen het nog best goed. Die houden het echt veel langer uit dan de anderen. Dus daar ben ik echt tevreden over. Als ik in ieder geval nog zo ver had kunnen komen met dan deze set. Ik denk inderdaad dat ik naar die kristallen moet gaan. Ik heb zo'n vermoeden dat daar de artifact is. Want ja, ik wil natuurlijk die artifact. Zodat ik in ieder geval zelf ook boss fights kan proberen. Ja, ik moet zeggen, het is een mooie epische grot dit. Oh god, een beer. Mannen, beer. Oh, ambush, ambush. Meer beren, no. Dit gaat echt het einde worden. Dit gaat het einde worden. De draaicirkel, dat verneukt ze. Oh nee. Oh nee. Oké, we hebben die ene beer. Maar die... Oh, T-Rexjes, mijn jongens. Jullie zijn zo low. Het is echt 400 HP. Oh, Jesus. Ik probeer het wel een beetje aan te vullen, maar dit gaat hem niet meer worden. Ah, help! Perlovia's hondenkinderen. Huh. Dit is te hoog, zeker. Nee, het is niet te hoog. Oké. Okay. Shit. Komen wolfjes aan, mannen. Ik kom eraan. Peppete, 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 peppete. No. Ga de kant. Move closer to right. Ik probeer het, maar ik wil ook springen en dat lukt niet. Ik kan niet... Ik kan... Wauw. Dit is een anticlimax. Ik zit gewoon vast. Wiep. Zo. Hello. Auw. Help. Ja, één Rex is neer. Oh, nee. Well, ships. En mijn andere is neer. De laatste. Dat zijn te veel wolven. Dat gaat hem niet worden. Ik saluteer nog even. Je hebt het goed gedaan, T-Rex. Maar vandaag was niet jouw dag. Alhoewel, het is zijn dag. Is het zo'n dag? Ja, het is zo'n dag. Jongens, jongens, wat een dream. Weet je, dan gaan we het ook gewoon op die tour aanpakken. Dan pak ik jou gewoon op mijn schouder. En dan gaan we gewoon vliegend verder. Want, oké, dan pak ik nog even de resterende zakjes van de T-Rexen. Die zijn overleden. Maar hun vlees kunnen we goed gebruiken. Of het vlees wat ze hebben opgegeten. Smikkel, smikkel, smikkel. Een ei. Goed, ik stop het vlees in jouw rugzak. Kan jij er goed van genieten? Ik zou zeggen, maak er ook volop gebruik van. Want we gaan nu op een acrobatische tour. Kijk, als ik die... Hoe heet het uiteindelijk gewoon heb? Die artefact, dan kan ik gewoon wegteleporten. Dan is het goed. Tenminste, ik hoop dat ik de artefact hier binnen kan gebruiken. Of teleporten. Ik wist het, stinkbeest. Ik had al zo'n vermoeden. Ik moet eigenlijk het plafond hebben. Alleen het is net out of range. Oh, sweet mother of god. Klik. Thank you. Stink Perlovia's. Ja, als ik gewoon het plafond aanhoud. Dan komen ze nooit bij me. En dan aggro ik ze waarschijnlijk ook niet. Omdat ik gewoon te ver boven de grond zit. That's well the dream.
Het is natuurlijk wel een beetje cheaterinho, maar ik merk gewoon dat het met mijn dino's niet was gelukt. Dus we gaan nu gewoon langzaam banen richting artefact, waar die ook zou mogen zitten. Kan ik het pad gewoon volgen en dan komen we hem wel tegen? Toch? Oké, er is er ook een heel diep dal, zie ik nu. Ik weet niet of dat ook een pad is, maar ik volg eigenlijk gewoon dit pad en het leidt weer eigenlijk soort van terug naar waar ik vandaan kwam. Fuck, ik heb de aggro van beren. Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. Blab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 l
Ik schiet mijn haak echt best wel ver, maar het is gewoon, het lijkt allemaal zo dichtbij. Dat is een gekloten beetje. En het pad is ook echt oneindig, dus ik hoop echt ten zeerste dat ik terug kan teleporten. Anders ben ik echt de Shakarono. Ah, haha! Is dat hem? Is dat hem? Ik bedoel, de void ding is wel paarsig. Yes! Alleen daar staat zo'n tering yeti naast. Okay, how are we going to do this? Son of beach, I want it. Oh, fuck, die beren volgen me nog steeds. Well, als ik slim ben, en dan ben ik enigszins wel, dan moet ik ze eigenlijk van de afgrond afleiden. Maar dan moet ik oversteken en zover komt mijn grapplinghook niet. Yeah. Ze staan letterlijk onder me. Oké, bovenlangs dan maar. Ik weet niet, ik ben nu zo ver boven de grond dat ten eerste die beren zie ik niet meer. En ten tweede, waarschijnlijk zagen ze mij ook niet meer. Ik weet niet, het is gewoon buiten de render distance, is het. Oké, ik weet niet hoe lang ik dit ding kan uitrekken. Nou, weet je wat, ik val wel gewoon. Dan clip ik hem hier zo. Thank you. Alsjeblieft, laat de lengte een beetje. Oké, de lengte is dit. En there we go. Langzaamaan. Want we willen natuurlijk eigenlijk. Hey, beertje! Hoe is het? Word, kerel. Valt hij naar beneden? Bijna wel. Ik moet hem eigenlijk zodanig lokken dat hij er vanaf valt. Hé, hey, daar gaat hij. Doei. Hé, hey, Yeti-manen. Ben jij van dat? Is hij gevallen? Ah ja, hij is achter het richeltje. Dus hij komt er niet meer bij. Very good. Oké, we good? Yes. Excellent. Dat er opeens Perlovia hier uit de grond komt. Oh, dan schrik ik met de touw. Tyfus. Got you now, boy. I got you now. Now, how the hell do I get the flip out of here? Ik weet niet wat dat is. En ik weet niet wat de geluidjes zijn. Oh, dat is misschien mijn eigen T-Rex. Oké, weet je wat? Teleporter, son. Ja, gaan we naar huis. Want ja, ik... Ja. We did it! We did it! Ik zit wel in de grond. Help. Oké, okay. We good. We good. We did it. Oh, mijn T-Rexen zijn dood. Soort van. Maar hey, jij bent er nog. En hoeveel vlees heb jij bij je? En heel wat troep overigens. Hoppakee. Ik neem alles wel eventjes over. En dan mag jij lekker gaan rusten. Want jij hebt je welverdiende rust wel gehad. Maar... Dat betekent dat wij wel de derde artefact hebben. En daar ben ik tevreden over. Hoe staan jullie met imprinting? Very, very fucking good. Ik ben zo blij dat ik die personal teleporter toch nog even had opgehaald. Want als ik die niet had... En ik moest dat hele bokkeind weer terug... No, 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 no. Niet goed. Maar dan goed, dan plaatsen we de laatste artefact bij de rest. Dan hebben wij nu 1 artefact of the void. 2 artefact of the growth... En 1 Artifact of Chaos. En daar kunnen we vast wel wat mee.
Maar, dames en heren, hier laat ik het wel weer bij, want het heeft weer allemaal lang genoeg geduurd. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!